dan? Helaas, de raadsleden willen zelf ook nog waarschijnlijk wat vragen stellen. Dus. Nee, dat begrijp ik wel zo groot. Ik spreek hier als projectontwikkelaar van Setup, het Utrechtse Media Lab dat in 2010 is opgericht als platform voor technologie en cultuur. Ik ben dankbaar gebruik te kunnen maken van deze gelegenheid wat kritische kanttekeningen te plaatsen op de cultuurvisie 2012-2022. Maar ik zou willen beginnen met een citaat. Laten we eens weggaan van de behoefte om dingen in hokjes te plaatsen. Het is eerder een safari, een ontdekkingstocht van de oude naar de nieuwe wereld. Dit is een uitspraak van kunstenaar, ontwerper, pionier, uitvinder en designer Daan Rozengaarde, die onlangs te gast was bij het televisieprogramma Zomergasten vanwege zijn onderscheidende en baanbrekende kunstprojecten. De kern van zijn betoog in deze uitzending was het artistieke, innovatieve, creatieve, technologische trends steeds meer het culturele en maatschappelijke leven van alle dag beïnvloeden. Zie ontwikkelingen als de 3D-printer, de iPad-scholen en de bloeiende gaming-industrie. Het kan nu eigenlijk niet zijn ontgaan. Ons punt, nu als Setup, is dat deze elektronische cultuur, kortweg e-cultuur, al op dit moment een grote rol van betekenis heeft in de samenleving en juist ook in de kunst- en cultuursector. Nog maar een week geleden stonden honderden Utrechters te swingen bij VJ op de Dom, bijvoorbeeld. De grootschalige manifestatie met creatieve technologie als hoofdrolspeler. En zo zijn er legio voorbeelden in Utrecht te noemen waar helaas nu de tijd te kort voor is. Maar gelooft u me als ik zeg, de wereld van de e-cultuur zal de komende 20, 50, misschien wel 100 jaar een steeds grotere invloed uitoefenen op de traditionele kunst- en cultuursector. Of zoals Daan die zonder ironie noemt, de oude wereld. Daarom dat Setup, maar ik spreek ook namens diverse andere e-cultuur, kunstenaars en ondernemers uit de stad, een evident gemis voelde toen de geactualiseerde cultuurvisie uitkwam. Want ondanks dat er veel ambitie uit het document spreekt, iets waar we de gemeente keer op keer weer dankbaar voor zijn, missen wij toch een belangrijk, zo niet essentieel onderdeel in de inhoud, namelijk het antwoord op de vraag, wat is de visie van de gemeente op de e-cultuursector in Utrecht? Ik wil daarbij meteen benadrukken dat het overigens niet zo is dat de gemeente tot op heden niets op dit terrein heeft gedaan of gefaciliteerd. Een bedrijfsverzamelgebouw als de Dutch Game Garden op de Neulen is niet zonder uw steun tot stand gekomen. Utrecht is eveneens bezitter van een zeer succesvolle game design opleiding aan de HKU. En ook op projectniveau weet de gemeente de e-cultuur, zoals de digitale beeldcultuur en de nieuwe mediacultuur, steeds weer te vinden. Maar op dit moment laat de cultuurvisie nog te veel open ruimte over. Ruimte die volgens ons nog goed kan worden benut. Om dit te ondersteunen wil ik ook graag verwijzen naar een uitspraak van de commissie Cultuurnota 2013-2016. Die meent dat Utrecht, als jongste kennis- en cultuurstad van Nederland, nieuwe perspectieven moet blijven invullen om in te spelen op de behoeften van de moderne stad. En in relatie hiertoe dat het culturele aanbod niet altijd in verhouding is gebleken met haar jongen en hoogopgeleide inwoners. Nu is de e-cultuursector bij uitstek een sector die werkt met nieuwe perspectieven en inspeelt op de wensen en behoeften van de jongere generaties. En vice versa. Daarom zeggen wij ook dat hierin geïnvesteerd moet worden om zo beter overzicht te krijgen over deze wereld die voor sommigen van u misschien nog wat diffuus of nieuw is. Wij als Setup willen de gemeente daarin graag helpen om deze visie op e-cultuur in Utrecht te ontwikkelen en te bestendigen om haar ook te gebruiken voor een betere wereld. En ik ben ervan overtuigd dat als we samen die stappen gaan maken, we dan die wereld krijgen waar Daan Rozengaarde in Zomergasten ook naar refereerde. Een wereld waarin technologie kan leiden tot innovatie, tot duurzaamheid en discipline-overstijgend denken in het algemene, maar ook in het artistieke belang van Utrecht. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage.